super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En we hebben vandaag samen een video. Een Shein shoplog, maar dan een beetje anders. Want we hebben elkaars, of we hebben kleding voor elkaar uitgekozen. Dit is trouwens mijn zusje, maar ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. Zeg even iets over jezelf. Ik ben Lotte, ik ben 15 jaar, zusje van Isa. Ja, dat. Maar we hebben beide 5 kledingstukken voor elkaar uitgekozen. En we weten niet van elkaar wat het is. We hebben het nog niet gezien. We hebben ook nog niks ervan bekeken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb wel een beetje geprobeerd allemaal verschillende dingen uit te kiezen. Ja, ik ook. Zeg maar niet 5 jurkjes of zo. Ja. Nee. Dus als jullie zin in de video hebben, doe alvast even een duimpje omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké. Hoe gaan we dit doen? Nou, we hebben zeg maar 2 pakketten. Een doos ja, en zal een ik het laten zien? We hebben deze. Daar zit dus 1 ding in. En we hebben deze en daar zitten de andere 9 in. Vertel eerst wel even wat dingetjes over Shein misschien. De verzending is normaal ongeveer 4-5 dagen. En denk uiterlijk 7 dagen. Alleen dit pakket kwam wat langer door, weet ik niet, misschien door... Door Black Friday. Friday. Ja, door Black Friday. Oh, heb ik dit altijd. Door Black Friday en de feestdagen en zo, dus het kwam iets langer. Maar als je deze video ziet besteld, dan heb je het wel sowieso nog voor kerst in huis. Ze hebben vet wel leuke dingen voor de feestdagen. Dus ik zal zeker even kijken en ik zal alle prijzen even in de beschrijving zetten. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Volgens mij is het 50 Isaluna 15 of 15 Isaluna 50. Dat weet ik niet, maar het zal ook in de beschrijving staan. En dan kunnen jullie, hebben jullie 15% korting boven een bestelling van 50 euro. Dus dat is ook leuk. Oké, laten we beginnen. Zullen we eerst deze ene doen? Ja. We weten dus niet van elkaar wat we gekocht hebben, dus we gaan het gewoon openmaken en dan kijken wat het is. Kijken wie het is. Zal ik het openmaken? Ja. Oké. Denk ik voor jou. Ja. Van jou voor mij? Van mij voor jou. Oké. Ik vond deze heel leuk. Ik hoop. Vind je de kleur leuk? Ja, ik vind het een hele mooie kleur. Ik dacht, dit staat je ook mooi bij je ogen. Ik ben spannend. Ik ben spannend. Ik vind het spannend. Het is een jurkje, dacht ik. En ik vind hem heel schattig. Oh, er valt iets. Het lintje. Oh, dit is heel leuk, ja. Kijk, het heeft zeg maar, die onderkant is zo geribbeld. En dan... heeft hij van die pofmouwtjes en hij kruist hiervoor dat is met wel een heel leuk die er al in zit. Ja, dat is fijn. En het heeft nog een lintje om eromheen te doen. Oh, dit ben ik heel benieuwd naar. Vind je hem leuk? Ja. Ja, zometeen ga ik hem aandoen. Lekker stofje. Ja, inderdaad. Heel fijn stofje Zacht. Is het. En welke maat heb je gedaan? Een S. Ik heb alles S, behalve één niet. Ja, dat is goed. Dit is het jurkje en ik vind hem echt heel erg schattig. Het enige is dat hij hier een beetje... wijd zit of zo. Dus ik ga even mijn moeder vragen of dat knoopje wat hoger kan maken. Want dat vind ik chiller. Maar verder is die wel heel erg leuk. Ik weet nog niet echt waar ik hem naar aan zou doen. Maar ik denk met uit eten of zo een keertje. Of op vakantie is het altijd leuk. Nu dit grote pakket. En dit is flink. Dat zien we gelijk al meer. Flink dicht geniet. Hoe ga ik dit openmaken? Zou ik de doos een beetje dicht laten? Dat je alleen de bovenste pakt. Ja, maar ik ga het even zo doen. Kijk, hier zit het in. Dit is ook voor jou. Denk ik. En dit is het bovenste ding. Ik ga het hier doen en dan pakken we elke keer alleen de bovenste. Ja, dit is voor jou. Hagelt het nou? Heel zacht regent het. Nee, hagel is dit. Hoor hoe hard het klinkt. Kijk dan. Nou, ik vind deze zelf heel tof. Ik hoop jij ook. Wat is het? Het is een jasje. Zwart. En dan heeft hij van die witte vlakken. Oh, dit is heel leuk. Leuk, hè? Dat is echt heel leuk. Deze is in een M. Dus het is dit jasje. Hij is echt heel leuk. Met van die blokken erop. En het is echt een lekker stofje ook. Goed spijker. Het is een beetje stretchy. Ja, het is een beetje een soort van stretchy spijkerstof. Niet zo'n hele harde stroeve. Kijk, in de achterkant heeft hij maar 1 wit vlak. Het is echt super leuk. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Nou, gewoon met een... wit colletje en een mondjes of zo. Oh ja, hij heeft zwarte knopen. Ik heb dit nog nooit op Shein voorbij zien komen. Ik heb echt veel gezocht. Ik ben de hele pagina's afgescrolld. Ik denk dat dit jasje wel mijn favoriete is van allemaal. Want deze is echt zo leuk. Hij zit ook heel erg mooi. Lekker oversized en gewoon niet een te dikke stof. Je kan het wel lekker ergens overheen naar school in de winter of in de zomer gewoon als jasje. En ik vind dat blokkenpatroon ook heel leuk. Een beetje anders dan normaal. En van de achterkant heeft hij 1 zo'n blokje nog. Dus hier ben ik erg tevreden over en blij mee. Oké, nu iets van mij. Oh, dit is weer van jou denk ik. Lichtroze.
Ja. Even, doen we die even opzij. Ja. Deze is van mij, voor jou. Even maken. En het is een spijkerjas. Zo, hier staat een maat op, denk ik. Een maat S. Oh, daar op de pak staat een maat. Oh ja, dan was het een M. Een M was die ander. En het is dit spijkerjasje. En ik hoop dat je hem leuk vindt. Cool. Dit jasje. En op de mouwen dat heb je rood leuk. Met blauwe vlammen. En het is best wel een licht spijkerjasje. Ja, vind je hem leuk? Ja, dat vind ik heel leuk. Vind ik echt tof. Ja, het is ook echt weer een mooi goed stofje. Wat staat er? Wake. Wake. Nee, Uake. Nee, het is Wake gewoon. Nee, want het is gewoon A. W-A-K-E. U-A-K-E. Nee, Wake. Uake. Wake. Ik vind deze heel leuk. Ik heb nu dit jasje aan en ik denk dat ik deze echt heel veel ga dragen. Ik vind hem echt super leuk. Die vlammen, die zijn zo cool. En hij valt ook leuk oversized. En ik vind hem gewoon de echt... achterkant? Echt heel leuk, de achterkant. Ziet er zo uit. En ja, deze vind ik gewoon goed. Goed, echt goed en leuk. Spectaculair. Oh. Je bent echt gestoord. Oh, deze zal ik doen. Deze is ook voor jou. En dit is in een maatje S. En het is een rok. En ik hoop dat je het leuk vindt. Ik vind hem in ieder geval heel erg leuk. Maar het is... Eens kijken hoe die zit. Ja, kijk. Het is een soort zo'n midi rok. Hij is wel heel leuk. En dan donkergroen met zwarte panter. Leuk, leuk of niet? Leuk, ik weet niet hoe het me staat. Ik heb nog nooit gedragen, zeg maar, een vlakke lange rok. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik weet niet of ik dit in een S of... Is het een S of een XS? Dit is een S. Ja, dan was hij er waarschijnlijk niet in de XS. Want ja, voor jou heb ik altijd in de XS gedaan wat er was. Ja, het is echt zo'n satijnen stofje. Het is echt zacht. Ja, die satijnen stof van Shein is zo fijn. Ik heb zoveel dingen ervan. Dat vind ik wel leuk. Daar ben ik benieuwd naar. Dit zou ik zelf nooit kopen, zeg maar. Mooi. Dat is het leuke hier. Ja, dat is het leuke. Want je bestelt iets voor elkaar wat je denkt dat leuk is. Ik heb de rok aan en ik vind hem heel leuk. Hij was helaas ietsjes te groot, maar met een riempje eromheen zit het gewoon prima. En ja... Ik vind hem echt heel leuk, maar ik denk niet eigenlijk dat ik hem naar school zal dragen of zo. Maar stel we gaan uit eten of zo, dan zou ik hem wel aandoen. Want het is wel echt een mooie rok. Doe eens van de achterkant. Van de achterkant is hij zo. En jongens, ik wil deze broek ook sowieso een keer aan, want ik vind het echt heel leuk. Wat wil jij doen? Hè? Doe maar die broek, die bruine. Wat een broek. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik weet niet of je het leuk vindt, maar... Welke maat is dit? Dit is ook een S. Yes. Ik vond dit zelf heel... Dat model stond dit echt goed. Ik ben benieuwd. Vind je dat leuk? Ja, ik vind het wel leuk. Hier twijfelde ik het meest over. Toen ik deze aan mam liet zien, zei ze ook, ik ben benieuwd of ze die leuk vindt. Nee, ik vind het wel leuk hoor. Ik vind bruin juist wel leuk. Met een kooltruitje of zo? Ja, gewoon een zwart kooltruitje. Ja. En dan sluit hij aan bij je benen. Ja, dit is leuk dat hij dat elastiek heeft aan de onderkant. Dus ik dacht, dit is gewoon een lekker zittende broek. En hij is ook nog eens heel leuk. Dit is de broek en ik vind hem wel heel cool. Ik zou hem sowieso niet combineren met deze sokken, maar die had ik even aan. Maar ja, ik vind hem wel heel erg leuk. Ik zou hem dragen met een kooltruitje, denk ik. En dan gewoon met gimpies eronder, witte gimpen. Hij valt een beetje oversized, maar dat vind ik wel leuk eraan. En van de achterkant ziet hij er zo uit en hij zit lekker. Oh ja, ja, ik heb hier een leuk topje. Dat is deze. Of nou ja, ik vind het heel erg leuk. Ik ga hem voor je openmaken. Ik heb deze weer in een maatje... Oh, ik heb deze in een maatje XS gedaan. En dit is... Een kooltruitje. Schattig. Kijk. En het is een roze velvet. En dit is leuk. Kooltruitje. Ik vind dit echt zo. Dit is echt wat voor jou. Ja, echt voor een feestje. En dan met een zwarte spijkerbroek. Of een blauwe spijkerbroek. Ja, dat vind ik ook leuk. Leuk, hè? Is die? Ja, heel schattig. En dan heeft hij hier bij de kraag heeft hij ruffeltjes. En bij de armen heeft hij van die afgewerkte ruffeltjes. En onderaan ook. En deze vind ik zo schattig. Voor een feestje of zo zou ik dit echt wel dragen. En hij is ook super zacht. Het is echt... Ik ga erop inzoomen. Ik vind deze echt heel leuk. En ik vind het ook een mooie kleur. En hij zit ook lekker. Ja, hij is echt zo leuk. Voor een feestje. Gewoon voor uitgaan of zo. Het is zo zacht. Het is echt heel zacht, ja. Ik ben een jaloers hierop. Ik wil dit in meer kleuren. Ik zit je de hele dag zo. Oké, deze. Nog wat bruin, want ik vind bruin ook leuk staan. Ik vind het wel een beetje een gekke kleur. Ja, het is een beetje gek. Maar, wie weet. Het is heel erg huidskleur voor jou. Huidskleur, zo blij ben ik niet. Oh, het matcht wel met je benen. Ja, met mijn benen matcht het wel, ja. Mijn benen. Een kooltruitje. Het is wel echt een lekkere stof. Ik dacht, ja,
sta je wel goed. Ik denk dat het best wel leuk is. Ik moet even kijken hoe het aanstaat. Ja. Maar het is wel... Met een zwart spijkerjasje eroverheen of zo. Deze weer een S? Ook? Past wel. Het is wel heel leuk voor goede kwaliteit. Ze hadden hem in heel veel kleuren. Het kooltruitje heeft echt super goede kwaliteit. Echt lekker dik. En hij zit ook heel lekker. En is heel erg zacht. Ja, ik vind hem ook heel erg leuk. Ik twijfel eerst een beetje over de kleur. Maar het staat op zich wel goed, toch? Ik vind het heel mooi. Als ik bruiner ben, misschien nog leuker. Ja, hij is een goede lengte. Hij is niet te lang. En ik ben hier echt heel blij mee. Ik denk dat ik deze ook echt in andere kleuren ga bestellen. Want het is zo'n lekker item voor de winter. Dus weer geslaagd. Dan weer één voor jou. Ik weet niet meer welke nog voor jou is. Volgens mij is alleen die roze nog voor jou. Nou, dan noemen we deze. Dit is in de maat XS weer. Ik weet ook niet meer wat het is. Want we hebben 2 weken geleden of zo hebben we dit al uitgekozen. Oh, dit is een jurkje. Maar ik dacht eigenlijk dat het een andere stof was. Kijk. Het is dit jurkje. Alleen ik had gedacht dat het zo'n blouse stof was. Er zit ook zo'n riempje bij, deze. Ik ben benieuwd hoe dit staat. Ja, ik ook. Dit kan of heel pyjama-achtig zijn of wel heel erg leuk. Ja, dat gaan we zien. Oké, ik heb dit jurkje aan. En wat we zeiden van het is misschien een beetje een gek stofje, zo'n t-shirt stofje. Vind ik eigenlijk wel meevallen. Je ziet het niet echt. En daardoor zit het juist wel heel erg lekker. Dus echt een super comfortabel jurkje. En ik vind hem eigenlijk ook heel leuk. Gewoon simpel, maar met wat kettingjes erbij of met een kettingriempje om. Denk ik echt dat dit een heel leuk outfitje is. Ik had eerst een ander en toen was die uitverkocht. Maar die vond ik nog leuker. En toen had ik eentje gevonden die erop leek. Het is een soort blouseje ook. Kijken? En dan zit die voor gewoon. Ik wil het zien. Oh ja, heel schattig. Die mouwtjes zijn leuk. Ja, die zijn dan ietsjes wijder. En dan poffen ze dicht, zeg maar. Ja, heel schattig. Ik vind het blouseje heel erg leuk. Hij zit eigenlijk echt vet mooi. Echt perfect. En die mouwtjes zijn echt leuk afgewerkt. En ik vind die V-as ook mooi. En mooi met gouden sieraden. Ja, ik zou dit eigenlijk best wel gewoon zo combineren naar school of zo. Van de achterkant ziet hij er zo uit. Hij zit ook heel lekker. En ik vind die stof, dat straalt echt luxe uit. Toch? Het lijkt duur, ja. Ja, het lijkt echt duur door dit stofje. Dus... Oké, en dan alweer het laatste item voor Lot. Oh ja, en dit is een jasje. En ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Ja, ik moet zelf ook even nadenken, maar hij is volgens mij wel heel cool. Tada. Wauw, dit vind ik heel cool. En het is een zwart soort leerlook jasje en dan met witte stiksels. Oh, dat vind ik heel tof. En het is een soort cropped jasje. Oh, die geur is wel erg. Ja, hij ruikt heel erg naar lak. Of hoe heet dat? Echt naar die jassen die je vroeger kocht. In zo'n klein winkeltje. Zo weg, even in de schuur hangen. Even in de schuur hangen. Je kan hem ook buiten hangen. Even in de was doen of inderdaad even buiten hangen. Ja, deze is in een maat S. Wel cropped, of niet? Ja, het is cropped, maar ik dacht dat het wel leuk is. Ja. En dan met een mom jeans. Ja. En dan met een kooltruitje eronder. Dat vind ik heel top. En dan hou het eroverheen. Van die andere gekleurde stukjes. En het zijn gewoon drukknoopjes, dat is ook altijd top. Dit zijn goede knopen, ja. En de binnenkant is zo'n glad stofje gewoon. Maar ik vond dit echt wel heel erg cool. En ik dacht, dit is ook echt wel wat voor jou. Ja, dit vind ik ook heel top. Ik vind dit jasje aan en ik vind hem echt heel leuk. Hij zit ook echt goed. Ik zal hem niet zo dragen als dat ik nu heb, want dat vind ik een beetje te veel. Maar gewoon met een wit of zwart kooltruitje of zo. En een spijkerbroek. Maar ik vind hem echt heel leuk. Dus goed uitgekozen. Dus dat waren de items. Ik vind het leuk. Ja, het is geslaagd. Ja, echt. Ja. Dus we gaan ze nu even aandoen en die aanbeelden hebben jullie al gezien. Ja. Dus we schakelen over naar het einde. Dus als jullie ook willen shoppen op Shein, gebruik dan zeker mijn kortingscode voor 15% korting. Want ze hebben echt heel veel leuke items, dus ik zal zeker even een kijkje nemen. En als jullie benieuwd zijn naar meer items van Shein, ik heb nog echt 5 Shein video's of zo. Dus dan kunnen jullie daar ook even kijken. Ja, als jullie het leuk vonden, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. En volg mij ook even op Instagram. @isalina, als je Lotte toch wil volgen, vind ik ook wel bij de Instagram. Ja, en dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei! Het is echt een heel cool stokje. Een heel cool stokje. Kut. Kut! Verdorie! Dus zit ook echt goed. Goeie maat, niet te lang. Ik kan het gewoon niet. Ik ben al best wel ongemakkelijk hiervoor. Oh, ja, Lotte wil niet echt dat mensen haar gaan volgen of zo, toch? Wil je het wel? Nee, ik hoef niet. Nee. Jawel. Ja, oké. Nee.